Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positief bericht van maandag 18 juli. Ja, Sununa heeft even weekend en het lukte niet van tevoren om filmpjes te maken. Dus daarom nu op deze maandag de 18e. Het is heel actief. Het is heel druk eigenlijk, maar heel goed. De 6 en de 8 maakt de 14. 6 plus 8 is 14 plus 7 plus 42. Ik heb dus overal numerologiefilmpjes van gemaakt op de numerologie playlist. Dan kan je zien hoe ik nou aan die 68 kom. 18 plus 7 is 25 plus 42. Nou, en zo kom ik dan aan al die... Wacht even hoor, wat zegt de agenda ervan? Doe ik het wel goed? 25. Oh, we zijn vandaag een 67, 13, 4. Kijk, ik had het weekend vrij. Dus ik had gisteren ook echt geen Schumann berichtje moeten doen. Want die heb ik gisteren al op 67, 13, 4 gedaan. Maar Sam, ik was het net aan het uitrekenen, hè, zo live. Toen dacht ik, we zijn helemaal geen 68. Dat had ik in mijn hoofd. Dat was helemaal niet zo. Goed, ik heb net al 5 filmpjes gemaakt. Maar ik dacht, deze wil ik ook nog. Ik heb dus numerologie playlisten. Daarin vertel ik hoe ik aan deze cijfers kom. Staat ook in mijn heksenagenda. Kan je ook als numerologieagenda doen. En de nieuwe is net als proefdruk naar de drukker gegaan voor 2023. Vandaag, 18 juli, staat er 67, 13, 4, karmische dag. Een eind en een nieuw begin. Er is vanmorgen al heel veel gebeurd. Er is zoveel onrust onder de mensen. Dus ik hoop dat iedereen ook gewoon even rust neemt. Even nadenken voordat je wat doet. En zeker op dit soort dagen kunnen wij... karmische dagen zijn in de politiek en in het wereldbeeld heel erg belangrijk. Dus zorg er ook voor dat je oplettend bent. En niet zomaar dingen doet. Ik heb voor de dierenkaarten. Hey, ik heb. Kijk. Dit zijn de boodschappen van de dieren. We hebben nog een stuk wat. En daarna ga ik met een nieuwe set beginnen. Jullie vonden het leuk, hoorde ik. En we hebben de witte raaf. Vertrouw op de magie. Prachtig. Doet me denken aan Raziel uit Willow. Kennen jullie die film? 63. De witte raaf. Hele mooie, hè? In het universum is niets voor niets. Want alles is onderdeel van het fijnmazige web van het leven. En is dat al sinds het begin der tijden. Toevalligheden zijn ook de betekenis en de boodschap van de witte raaf. Hij herinnert je eraan om aandacht te besteden aan synchroniciteit. Zodat je misschien bepaalde patronen gaat herkennen. Zelfs de wind waait en danst in een magisch patroon. Ja, dan hebben ze een woord, dat doe ik dus niet in mijn boeken, dat wil ik niet. Dan hebben ze een woord onderbroken aan het eind van de zin en het is ook nog een lastig woord. Anticipatie. Van het grote plan van Spirit. Stem je af op het hoogste goed en intenties en je zult zien dat de witte raaf je kracht geeft. Als bondgenoot en boodschapper van Spirit, stem je af op het licht en je zult gaan herkennen dat alles harmonieus samenwerkt. Op een manier die je niet altijd met het oog kunt zien of met je verstand kunt bevatten. Het universum werkt nu met en namens jou. Het trekt je naar het licht en schenkt je de magie en de wonderen waar je recht op hebt. Je moet nu vertrouwen op de magie die overal en in alles aanwezig is. Schenk aandacht aan de manier waarop de dingen op magische wijze samenkomen. En je zult de goddelijke hand zien die alle dingen ten gunste van jou tot stand brengt. Wat een prachtige kaart voor vandaag. Het is een hele actieve energie wat er heerst. En soms heb je gewoon zo'n dag waarop je echt heel veel dingen
tegelijkertijd gaat doen. Ga dat ook doen, is heel belangrijk. En dan morgen rust nemen. Dag lieve mensen.